Suriname en Brazilië werken nauw samen op veiligheidsgebied. Dit is een van de directe gevolgen van het bezoek aan Brazilië door de Surinaamse delegatie onder leiding van president Desi Bouterse in mei eerder dit jaar. De Braziliaanse minister van Defensie Celso Amorim en de Surinaamse minister van Justitie en Politie Stuart Getrouw hebben een overeenkomst getekend, onder andere op het gebied van mensen- en drugshandel. Er is besloten om samen te werken bij het bestrijden van drugs- en mensenhandel. Daarnaast verleent Brazilië technische assistentie aan het Korps Politie Suriname, zegt de militaire attaché van Brazilië, Evangelina Miranda, aan onze nieuwsdienst. Het akkoord dat ik me referi, na realiteit, de Polícia Federal Brasileira, ela oferece cursos de treinamentos. Dus de technische samenwerking tussen de federale politie van Brazilië en de KPS van Suriname is meer qua trainingen geven. Politieagenten van hier zo voorbereiden en meer capacity building. Toch? Dus meer training te geven qua bijvoorbeeld meer op het gebied van drugs. Weet je? Human trafficking. Naast de technische versterking worden er ook reguliere lezingen gehouden voor politieambtenaren, zegt Miranda verder. Laatst, 21 augustus, was er een lecture gehouden, een lezing, met een agent van de federale politie van Brazilië. En hij heeft deze lezing gehouden over human trafficking. En er waren ook bijvoorbeeld de chef van de politie. O palestrante, ele é oficial de ligação da Polícia Federal em Georgetown. De officier van de federale politie, de representative in Georgetown, hij heeft deze lecture gehouden bij ons cultureel centrum aan verschillende personen. Dus niet alleen gericht op de politie, maar ook mensen die contact hebben met... En hij is specialist in human trafficking, dus mensenhandel. Dus hij gaf een lezing daarover laatst. De militaire attaché van Brazilië in ons land, Evangelina Miranda, over de samenwerking tussen Suriname en Brazilië op het gebied van veiligheid.